Steeds vaker gebruiken mensen drones om vreemde ontdekkingen vast te leggen, die veel beter te zien zijn vanuit een luchtperspectief. In de video van vandaag hebben we het over precies zo'n droneopname, waarop ongelooflijke dingen te zien zijn. Negen, haai raced mens. In een fascinerende ochtendscène op Bondi Beach werd een opmerkelijke video vastgelegd waarin een haai vreedzaam langs een mens zwemt. Genesteld in het hart van Sydney, Australië, staat Bondi Beach bekend om zijn gouden zandstranden en levendige surfcultuur. De video toont de haai die gracieus het tempo van de zwemmer bijhoudt, wat een zeldzame vertoning van aquatische harmonie laat zien. Bondi Beach ligt aan de oostkust van Australië en herbergt verschillende haaiensoorten. Hoewel de meeste geen bedreiging vormen voor mensen, hebben enkele, zoals de grote witte haai, de neiging om dicht bij de kust te komen. Incidenten van haaienaanvallen op Bondi Beach zijn echter uiterst zeldzaam. 8. Boer redt het veld. Te midden van de terugkerende zomerbosbranden in Colorado heeft een moedige boer in Weld County, ongeveer een uur ten noorden van Denver, buitengewone maatregelen genomen om zijn eigendom te beschermen. Geconfronteerd met de dreiging van voortschrijdende vlammen, begon de onverschrokken boer aan de gevaarlijke taak om een vuurlijn in zijn hooiveld te maken. Een wanhopige poging om de meedogenloze brand te beteugelen. Deze dramatische scène speelt zich af tegen de achtergrond van droge omstandigheden en harde wind die hebben bijgedragen aan de snelle verspreiding van bosbranden in de regio. Vastgelegd op video vanuit een helikopter dienen de onvermoeibare inspanningen van de boer om een barrière te creëren tussen het oprukkende vuur en zijn levensonderhoud als een aangrijpende herinnering aan de angstaanjagende uitdagingen waarmee bewoners tijdens deze jaarlijkse inferno's worden geconfronteerd. De boer, werkend met zwaar materieel in de nabijheid van het oprukkende vuur, manoeuvreert door een omgeving vol risico's. 7. Mysterieus meisje gevonden in rivier. In een veelgedeelde video is een vrouw met lang haar te zien in een rivier, ogenschijnlijk de reddingsteam helpend. Volgens het verhaal werd Ni Komang Ayu Ardani, een 37-jarige vrouw, als vermiste opgegeven nadat ze vermoedelijk verdronk in een rivier. De zoekoperatie vond plaats in een rivier in Gianyar, Bali. Tijdens de zoektocht naar de resten van de vermiste vrouw verscheen er plotseling een mysterieuze vrouw in de buurt van het reddingsteam, maar verdween even snel weer. Deze video kreeg snel veel aandacht op sociale media, wat leidde tot geruchten en speculaties over de vrouw als een spookachtige entiteit. 6. Scheepswrak in Ontario. Scheepswrakliefhebbers en geschiedenisfanaten kunnen nu de onderwaterresten van de Laura Grace, een gezonken sleepboot in Lake Ontario, verkennen zonder een duikpak aan te trekken. James Montanus, een fotograaf uit New York, herontdekte het wrak terwijl hij op een kleine visboot zat. Bekend met het vaartuig sinds zijn eerste snorkelervaring in 1974, greep James de kans om verbluffende luchtbeelden vast te leggen met behulp van zijn Mavic 2 Pro drone. De droogteomstandigheden in de regio hadden het waterpeil doen dalen, waardoor het scheepswrak tevoorschijn kwam op slechts 3,6 meter diepte nabij het Long Pond kanaal in Greece, New York. Uitgerust met een polarisatiefilter gebruikte James de Hasselblad cameralens van zijn drone om waterreflecties te verminderen, resulterend in opmerkelijke beelden en een boeiende video die een uniek perspectief biedt op dit eeuwenoude maritieme overblijfsel. 5. Rubberen eendjes. In een grillige en liefdadige traditie verandert de stad Chicago de Chicago River in een levendige zee van geel tijdens de Rubber Duck Derby, ter ere van het 18e jaar van eendenraces op 10 augustus 2023. Het spektakel omvat 63.000 rubberen eendjes die worden gelanceerd vanaf de Wabash Avenue Bridge, wat resulteert in een unieke en vermakelijke race stroomafwaarts op de rivier. Elke rubberen eend, met zonnebril en individueel genummerd, vertegenwoordigt een geadopteerde eend, waarbij de lokale bevolking de mogelijkheid heeft om een eend te adopteren tegen een prijs variërend van €4,5 voor een enkele eend tot €920 voor een Diamond Duck pakket van 240. De eigenaar van de eerste eend die de finishlijn oversteekt, wint de felbegeerde prijs, een 2019 Chevy Equinox. Deze hartverwarmende en eigenaardige traditie blijft de gemeenschap verenigen ter ondersteuning van een goed doel. 4. Vermiste hond. Hondenliefhebbers en avonturiers slaakten gezamenlijk een zucht van opluchting toen er een hartverwarmende redding plaatsvond langs de kliffen ten noorden van Indian Beach. Sarah Stremming, afkomstig uit Seattle, ervoerde angst toen haar border collie Felix verdween tijdens een kerstdagwandeling. Ondanks verwente zoektochten door Sarah en haar vrienden bleef Felix ongrijpbaar totdat Hamlet Fire Chief Matt Verley zijn privédrone gebruikte om de gestrande hond op de klif te spotten. De uitdaging was duidelijk, de enige manier om Felix te redden was door een gedurfde klim langs de klif met behulp van touwen. Seaside Fire Lieutenant Genesee Dennis nam de heldhaftige taak op zich en redde met succes de gestrande pup van een afgrond op slechts 18 meter van de top van het Catsup looppad. 3. Enorme hoeveelheid haaien zwemt in de buurt van strandgangers. In een indrukwekkende natuurlijke vertoning voor de kust van Caladesi Island werd een aanzienlijke groep haaien nabij de kust gedocumenteerd.
De beelden onthulden een diverse verzameling haaiensoorten, waaronder stierhaaien, zwartpunthaaien en hamerhaaien, die een unieke samenstelling van zeedieren lieten zien. Hoewel haaien vaak worden geassocieerd met solitair gedrag, vertoonden de waargenomen bijeenkomsten een mix van verschillende soorten. Haaien vertonen over het algemeen verschillende sociale neigingen. Terwijl sommige soorten, zoals de stierhaai, bekend staan om hun solitaire gewoonten, zijn andere, zoals de zwartpunthaai, eerder geneigd om groepen te vormen. Vooral hamerhaaien staan bekend om hun schoolgedrag, wat suggereert dat de waargenomen mengeling het resultaat kan zijn van een combinatie van individuele en soortspecifieke neigingen. De convergentie van deze verschillende haaiensoorten in de buurt van de kust roept intrigerende vragen op over de factoren die dergelijk gedrag beïnvloeden. Mogelijke motivaties zijn onder meer de beschikbaarheid van prooi, omgevingsomstandigheden of zelfs voortplantingsoverwegingen. 2. Treinenkerkhof. In Bolivia staat de treinenkerkhof van Uyuni als een spookachtig eerbetoon aan het industriële verleden van de regio. De oorsprong ervan gaat terug naar het einde van de 19e eeuw, toen op 20 november 1890 een trein de inauguratie markeerde van de eerste spoorlijn van Bolivia voor het transport van mineralen. President Aniceto Arce vierde de oprichting van dit vitale spoornetwerk dat de beweging van mineralen zoals tin, zilver en goud van Uyuni naar de Pulacayo zilvermijnen slechts 10 kilometer verderop mogelijk maakte. Echter, met het verlies van toegang tot de zee tijdens de Salpeteroorlog leed de mijnindustrie van Bolivia een aanzienlijke tegenslag. Treinen die voorheen gerepareerd werden bij het Uyuni-station raakten geleidelijk in onbruik, wat het begin markeerde van de geschiedenis van de treinenkerkhof van Uyuni. Ondanks minimale beveiliging en graffiti op de oppervlakken bieden de verroeste restanten van deze locomotieven, die ooit essentieel waren voor de mijnbouwprosperiteit van het gebied, een boeiende kijk op het industriële erfgoed van Bolivia. 1. Wrak van een schip uit 1882 in Lake Michigan blootgelegd. Langs de kust van Lake Michigan ontvouwde zich een opmerkelijk schouwspel toen een drone de blootgelegde overblijfselen van de Contest vastlegde, een 37,8 meter lange schoener die in 1882 vastliep nabij White Lake. Het normaal begraven scheepswrak is weer zichtbaar geworden door verschuivend zand op het strand en een daling van het waterpeil van Lake Michigan. De dronebeelden van MLive laten veel van de boeg van de schoener zien, gericht naar het zuiden, nu blootgelegd voor toeschouwers. De Contest, gebouwd in Buffalo, New York in 1855, was voornamelijk actief in het vervoeren van graan en hout over de meren van Michigan, Huron en Erie. Het plotselinge verschijnen van het scheepswrak, gelegen nabij het White River Light Station in Fruitland Township, biedt een fascinerende inkijk in de maritieme geschiedenis en de dynamische aard van kustlandschappen. Deze onverwachte blootstelling heeft menigte aangetrokken die enthousiast zijn om dit historische overblijfsel te zien en reizen uit het zand der tijd. Welke droneopname verraste jou het meest? Laat het ons weten in de reacties. Als je de video leuk vond, geef deze dan een duimpje omhoog. Als je meer van onze video's wilt zien, klik dan op een van de schermen of bekijk het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.